Een elektromonteur is eigenlijk verantwoordelijk voor dat de fabriek draaiende blijft. Dus zodra er een storing komt, dat hij zo snel mogelijk de storing gaat verhelpen en dat de fabriek weer verder kan draaien. We hebben verschillende diensten binnen de technische dienst. We hebben een dagdienst en een ploegensysteem. Zelf werk ik in dagdienst, maar er is ook een ploegensysteem. Dat heet het vijf ploegensysteem. Daarin werken mensen 8 uur en wisselen ze elkaar af. Daarin is wel vereist dat je enige ervaring hebt, omdat je de machines moet leren kennen als je daar storingen aan krijgt en die zo snel mogelijk weet op te lossen. De uitdaging in mijn werk is als je na een onderhoud stopt of een onderhoud weet, de machine compleet hebt gedemonteerd om daar weer nieuwe onderdelen in te plaatsen. Heb jij ervaring in de techniek en wil je aan de slag als elektro- of mechanisch monteur? Of ben je benieuwd naar de andere vacatures? Kijk dan op onze website. En wie weet zie ik je snel.